Wij zijn helemaal enthousiast over botten. Dat zijn echt bijzondere dingen. Hoe die in elkaar zitten. Niet normaal, niet normaal. Echt, ik heb helemaal zin hierin. Weet je eigenlijk hoeveel het er zijn, Rachel? Ja, ik weet het wel, maar weet jij het? Weet jij het? Oké, ik weet het ook niet. Dus no worries. Maar weet je wat? Jij gaat iets vertellen over botten. Ik ga ze wel tellen. Oké. 1. Wat ik altijd heel gaaf vind aan het skelet is dat je schoudergewricht echt een gewricht is wat alle kanten op kan. Dat is natuurlijk ook handig, want je arm moet je alle kanten op kunnen bewegen. En dat je schoudergewricht niet vastzit aan je ribbenkast, waar natuurlijk achter je longen en je hart heel veilig zitten. Maar dat je schouder eigenlijk soort van op je ribbenkast zit, met het sleutelbeen natuurlijk en met je schouderblad hierachter. Kijk. En wat ik zo gaaf vind aan de wervelkolom, kijk, is dat die in een soort dubbele S-vorm staat. Waardoor je en heel goed kunt bewegen, maar toch heel stevig bent. En door dat wervelkanaal heen, daar loopt dus je ruggenmerg doorheen. Waardoor het heel veilig opgeborgen zit. Oh ja, en dit vind ik ook een gaaf botje. Kijk, jij kan hier uren over doorgaan, maar ik ga gewoon even vertellen hoeveel botten ik geteld heb. Nou. Ja, het waren te weinig. Ik heb er denk ik 130 geteld. 130. Maar het zijn er 206! 206! Nou, dus we weten nu dat botten heel erg belangrijk zijn. Als je ze niet zou hebben, dan zou je als een plumpudding in elkaar vallen. Maar wij willen weten, waar zijn botten nou precies van gemaakt? En hoe hou je je botten gezond? En dat gaan we met een aantal experimenten aan je laten zien. Ik heb hier een aantal kippenbotjes. Nou, kippenbotjes, die zijn net als onze botten heel erg hard. En hoe kan dat nou? Nou, het harde deel van je botten bestaat uit, of tenminste, het heet been. En dat bestaat uit kalk en lijmstof. En we gaan je laten zien wat er met een botje gebeurt als je één van die twee ingrediënten weg zou halen. En we beginnen met de lijmstof. We gaan er een gasbrander bij houden. En wat er nou gebeurt, is dat de lijmstof die verbrandt. Oh, dat ruikt lekker, maar ook vies. Je ziet dat hij helemaal zwart geblakerd is. Maar de lijmstof is... Hé, hey, wat doe je nou? Zo zwak is hij dus geworden. Ja, maar dat wilde ik nog uitleggen. Oh. Kijk. Nou, zeg. Hij breekt gewoon eigenlijk als een schoolkrijtje. Want de lijmstof is eruit. Dus het enige wat je overhoudt is kalk. En kalk, aan zich, zonder de lijmstof, is natuurlijk niet stevig. Maar wat gebeurt er als de kalk ontbreekt? Wij hebben 3 verschillende kippenbotjes in 3 verschillende soorten zuur gedoopt. Want zuur lost kalk op. Hier is een botje dat 2 weken in een badje met azijn heeft gelegen. Azijn is natuurlijk wat je in je eten gooit, wat een beetje lekker zuur smaakt. Je hebt ook nog een sterke soort azijn, dat is schoonmaakazijn. En daar heeft dit botje in gelegen. En dan heb ik hier nog heel erg zuur spul, en dat is zoutzuur. Daar heeft dit botje 2 dagen in gelegen. Oké, Rachel, we gaan bij de eerste voelen wat er is gebeurd. Oké, hij voelt een beetje slijmerig. Dus je ziet... Oh. Hè? Huh? Dus je ziet dat hij heel buigzaam is. Oké, okay, en nou die volgende. Die is nog zuurder namelijk. Schoonmaakazijn. Oeh, hij is zo glibberig. Wow. Kijk, je ziet echt dat zuur heeft nog meer... De kans gaat om alle kalk uit het botje weg te halen. Kijk, ik even kijken hoe ver ik hem kan buigen. Helemaal flexibel. Alright, nou de laatste. Die gaan we een beetje voorzichtig doen. Want zoutzuur wil je ook echt niet op je lichaam krijgen. Zo, zie je dat? Zo, hé. Hey. Check dit. Wauw. Wauw. Het is helemaal zacht. Oh, het voelt ook heel... Zacht. Zacht en ja, slijmerig. Alsof het huid is. Oké, Rachel. Nou heb ik hier wat meegenomen. Kijk. Een echt varkensbot. Kijk, als je hem openklapt, hij is doorgezaagd. Kijk. Dan zie je ineens... Dat het van binnen heel zacht is. Ja, en wat is dat? Nou, dat binnenste zachte spul, dat is dus beenmerg. Daar waar je bloedcellen worden gemaakt. En, kijk, een bot is niet massief omdat je dan minder zware bot hebt, maar ook omdat hij dan echt steviger is. Want een buis is steviger dan een massief stuk pijp. Hoe hou je het gezond? Ja, onder andere met dit pakket. Tada! Wow, lekker. Gezond lekker eten. Ja. Wat zit er allemaal in? Nou, hier zit bijvoorbeeld heel veel ijzer in. Mm-hmm. Eiwitten natuurlijk in melk en zuiverproducten. Ook calcium trouwens. Calcium. Kalk. Vitamine D. Maar daar heb je niks aan als je het alleen maar opeet. Nee, want je moet het eerst nog activeren. En dat doe je? Dat doe je door actief te zijn in het zonlicht. Kom. Wat gaan we doen?
Tuikenspringen. Wedstrijdje wat? Doen? Kom. Ik weet niet of ik dat nog kan. Keer de hagel. Kom. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar weet je wat ook heel belangrijk is voor botten? Nou? Dat je goed beweegt en dat ze goed allemaal van die schokken krijgen. Want daar waar bot kracht ondervindt, gaat die juist groeien. Oh, is het en blijf je dus stevig, ja. Hop, hop, hop.